Johan Cruijff heeft al eens gezegd, in voetbal is het simpel. Je bent op tijd of je bent te laat. Als je te laat bent, moet je zorgen dat je op tijd vertrekt. De Broederkerk heeft zijn uurwerk pas in 1886 gekregen. Nogal laat, hoe komt dat? Ja, dat heeft denk ik toch te maken met de rijke en veelbehoren geschiedenis van de kerk. Die begint rond 1300. De klokkenluider van de Broederkerk heet u van harte welkom bij het 50ste uurwerk van de firma Vos. Als u me wilt volgen en voorzichtig voor de windvanen, we die kunnen gaan draaien. Een beetje aan de kant blijven. De tijd tikt je leven zo voorbij, houd je verstopt. Tikt je weer vrij. En de haan kraait, goedemorgen. De tijd tikt de scherpe hoekjes rond, maakt de lijken. Welkom in Woepertaal, de stad van de monorail. Dat is een tram of metro die zich voortbeweegt hangend aan een rails boven zich. Maar deze film gaat over een orgel, toch? Ja, ik kon niet spelen. De orgel was 2,5 jaar weg, dus... Ik sta hier in een oerwoud van pijpen. Adriaan, help me even. Wie is uw held? Een held. Een held? Mark, zijn heiligen eigenlijk niet net zoiets als helden? Heilige Isidorus, help me. Weet jij ook wie deze beelden gemaakt heeft? Tante Katholiek. Mia Kuipers. Maar in de kerk van haar parochie. Ze stralen natuurlijk toch iets uit, zeg maar, uit een bepaalde periode. En ook wel iets sereens, iets rustigs, iets heiligs. Ja.